Hey, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Vandaag ben ik helaas niet in een pretpark of op een kermis, maar op de opendag van mijn favoriete voetbalclub Feyenoord. Ik neem jullie mee naar deze hele leuke dag. Hoe het zal gaan worden, weet ik niet. Met de zijkant en laag op. Ja, goed zo. Hier. Wacht dan, want ik wil een foto maken. Niet zo even. Hem zien, hij is
Zit hier ook, hè? Ja. Hallo? Oké. Okay. Die plekje ga jij zitten. Ja, het rest is Bilal. Wacht even. Heb je nog Bilal? Brett Jones, onze keeper. Hier zit Kramer. Hier zit Kramer. Is ze toch niet? Waar zit Kramer? Ja, die zit er niet meer in, joh. Hier zit Jones zitten. Ik hoef niet meer in de bus. Zoals jullie zagen, zijn we de mooie spelersbus van onze voetbalclub Feyenoord geweest. En het is nu net 11 uur geweest, dus meteen naar het binnenterrein van de Kuip. Nu open is gegaan en ik neem jullie natuurlijk ook daar mee naartoe. Oh, ik ben zo als de dood voor Wespen. En vertel eens even, wie ben jij? Oeh, Jay-Z, hoe is het? Wie ben je hier? Horen jullie bij elkaar of allemaal apart? Geen wat je moeder, gezellig. En je zal meteen om 12 uur, weet jij wie je hier zijn? Nee. Zal ik jou even oproepen? Kijk dames en heren, om 12 uur. Is dat modern of kun je even vast houden? Ik kan ook zo bijvoorbeeld gaan verder strappen. Bij 66 km/u. En door de snelheid. 1570 euro. En met die berekening worden echt allerlei bedragen. Ja, dames en heren, kijk op mijn horloge. Dan staan de dames en mannen hier links en rechts een beetje om heen te kijken. Want daar komen ze wat aan. Zouden ze toch misschien met die veel mooier. Sowieso wat er sowieso zwart op zat. Maar andere soort kleur rood en wit. En dan vond ik het uitzicht lelijk. Maar nou, dit keer vind ik echt het uitzicht heel mooi. Vanwege verschillende kleuren. En dan heb je dus zeg maar op de zijkanten de witte balken van de sponsor Adidas. En dan heb je zeg maar de zwart. Het gaat van lichtgroen naar heel erg donkergroen. En dat is dan weer heel erg mooi, qua detail. En als je zo kijkt, lijkt het net maar normale balken, maar als je het echt van dichtbij ziet, is het... Als je het echt van dichtbij ziet, is het echt een soort van blad. En dat vind ik dus wel heel mooi op het uitshirt. Als je het mooie uitshirt hebt gekocht, kan je hem hier altijd laten drukken. Ik zit nog steeds te twijfelen tussen twee spelers, dat is Jurgensen, onze aanvaller. En het is of Toornstra, maar dat is ook echt een hele goede speler. Als je echt van Feyenoord houdt, is een van die twee toch wel de beste. Ja, dames en heren, zoals je ziet zijn we nou binnen echt in de
selectie. De nieuwe spelers die gaan komen. Natuurlijk zal er wel gezongen worden door de Hammers House. En dat laat ik jullie allemaal zien. Is het uiteindelijke doel van Feyenoord met dit meisjesverbond? Nou, uiteindelijk willen we de Eredivisie in, maar dan
doen. We gaan die kant op. Ik mag niet even met Excelsior op de
voor Paul de Vrij. Thank you.
Yeah.
zou je niet helemaal onbekend in de woorden klinken. Hij is spitse trainer, hier is hij hoor. Yeah!
hij komt naar boven. En natuurlijk heb ik het dan over de man die nu goed speelt. Iedereen bedankt die op gestemd heeft gedurende het seizoen. Ik hoop dat we dit seizoen
Ja, jongens, wel hard, toch op. Ik was er namelijk wel welkom, Jorgen. Was het zonde ding in de korte? Ja, een paar rondjes met het rijden. Dus een beetje geen kracht te maken. Oké, nou we gaan natuurlijk naar de volgende man die we natuurlijk allemaal kennen. Die hier eigenlijk zijn thuishaven heeft. Hij is weer terug waar die persoon eigenlijk echt het beste thuis is. En dat is Jean-Paul Boetjes!
zover. Bekend mijn grote droom. Wat heb je gedaan hier? En het is 54 wederom. Daar komt die volgende kandidaat. Hallo, hallo, met een nieuwe shirt van Feyenoord. Ja, hoe wil je dat dan? Ik ben verwend, of niet? Ik hoop dat wel. Even vertellen, wie ben je? 40? 40, dames en heren. 40, zegt hij. Ik ga de bal erbij halen. Huppakee, we leggen hem op de stip. Huppakee, en dan zegt hij 40, 32, je moet iets harder gozer. Hou hem vast, leg hem op de stip. Oh, hij neemt een aanloop, dames en heren, hoppa! En weer 32, wel heel constant. Goed zo, dames en heren, jongens en meisjes, blijf er nog even bij, want ik ga zo meteen aanstonds de mensen erbij halen van Keuren natuurlijk en van de Feyenoord Foundation. Ik wil u sowieso iedereen die hier staat hartelijk danken voor jullie aanwezigheid vandaag. Maar ik ga ze hier naar voren halen, dan kunnen we deze muziek uitzetten. Dan heb jij de tijd voor jingles. Dames en heren, mag ik een daverend ovationeel applaus, want namens Keurent wil ik graag hier vragen. Dit is Slieker! Ja! Hij gaat nog niet. Oh, helemaal goed. Meneer Slieker, kom erbij. Kijk eens even. Ja, nou zelfs een sprintje nog getrokken. Meneer Slieker, welkom. Fijn om hier te zijn natuurlijk. Namens Keurent, ja, een fantastische mooie dag natuurlijk, of niet? Ja, geweldig. Deze dag draait natuurlijk op Feyenoord, maar het is de eerste dag dat wij ons presenteren als hoofdpartner aan het legioen. Zo'n mooie dag, zoveel mensen, zoveel aandacht, echt een slaap. En wat is het mooi als je dan die hele in één keer ook aan ziet komen, helemaal in Keurent Geel. Zo hoog kippenveld, hoor, of niet? Ja, echt fantastisch om te zien. Vond het ook, nou, die plaatjes die gaan de wereld over, dat mag natuurlijk duidelijk zijn. Ik ga op het podium ook houden, tenminste het podium, we staan op het gras hier, op het heilige gras van de Kuip. Ook niet minder dan Carla Lagerdijk, dames en heren. Ja. Nou, die huren hier in, hoor. Dames en heren, Carla Lagerdijk komt deze kant uit. Namens natuurlijk de Feyenoord Foundation, terwijl ook de SVGO. Carla, kom erbij. Fantastisch hoor. Welkom. Leuk dat je er bent ook. Vandaag natuurlijk de open dag die ook in het teken stond hier namens Keurent om zoveel mogelijk geld bij elkaar te schoppen. Hier alle mensen die tijdens de open dag aanwezig zijn geweest voor de Feyenoord Foundation. En dat is gelukt hoor. Heel spannend. Heel goed, want kun je even vertellen over de mensen die nog zijn wat de Feyenoord Foundation allemaal doet? We doen heel veel. We richten ons op de jeugd en op de wijken om ons heen. En we proberen mensen in beweging te krijgen met allerlei projecten. Dat is natuurlijk onderwijs, werk, sport. En we proberen Feyenoord in de wijken te brengen en in Rotterdam en dat merk te gebruiken. In het kader van mensen in beweging krijgen, zou er voor mij ook nog hoop zijn, denkt u? We kunnen altijd alles iedereen leren, dus dat komt goed. Zo simpel is het. Nou, hartstikke goed. Dan hebben we een check. Ik weet niet, is de check hier ook fysiek aanwezig, jongens? Is er een fysieke check? Ja, zware check heb ik begrepen. Daar komt hij de roffel achterin. Want dames en heren, jullie mogen nog niet kijken, hè? Jullie moeten de ogen nog een beetje dicht houden. Hoewel, uit uw portemonnee moet het dadelijk, hè? Zo simpel is het. Want dames en heren, de prijs die wij ter beschikking stellen, die Keurent ter beschikking stelt aan de Feyenoord Foundation, is 3143 euro! Yes. Ja, heel goed gedaan. Super. Dat wordt dus op de rekening overgemaakt. Dat staat binnen 3 dagen op de rekening. Meestal is dat zo, hè? Dat gaat helemaal goed komen. Ja. Goed, wel dames en heren, namens Keurent als hoofdpartner van Feyenoord wil u allemaal heel hartelijk danken voor de komst naar deze open dag van de mooiste club van Nederland, Feyenoord. Ik zou zeggen, maak er een hele fijne zondag van namens natuurlijk Keurent en namens Feyenoord. Geniet van een mooie zomer die nog gaat komen en dat we dadelijk maar een fantastische mooie seizoenstart hebben. En dat we aan het einde van het seizoen weer gewoon op de kosting omhoog staan. Daar ben ik ervoor. Helemaal goed. Tot ziens, dames en heren, nogmaals hartelijk dank. Tot de volgende keer. Tot ziens. Doei. Yes. Ja, dames en heren, zoals je zag, heeft Keurent een heel mooi bedrag geleverd aan de Feyenoord Foundation. Wel 3143 euro, dat is echt heel veel geld wat ze hiermee kunnen gaan doen. Ja, het is echt heel mooi. Ja.
Ja, dames en heren, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze vlog. Ofwel de open dag van mijn voetbalclub, Feyenoord. En vergeet sowieso niet deze video een duimpje omhoog te doen. Op het belletje te drukken, zodat je mij om alles kan blijven volgen. En natuurlijk abonneren op dit YouTube kanaal. Voor de meest leukste vlogs, reviews, on-rides, off-rides in attractieparken, kermissen. En eventueel leuke vlogs zo tussendoor buiten de pretparken en kermissen om. Ofwel vanaf hieruit Rotterdam, vanaf de Kuip, zeg ik tegen jullie, doei, punt.